En nu heb ik dus 5 minuten om mezelf van een slaapmarmot in een radioprinsesje om te toveren. Tada! Dit is bijzonder bezoek, hè? Dat is Donzie. Dit is Camille. Kom jongens, het is voor de vlog. Het is voor de vlog, ja. Het is voor de vlog. Eén video. Kusjes, kusjes, kusjes. Ja! Ah, Jokke is onze fotograaf. Dag Jokke. Linde, uw broer is hier. Ja, echt uw broer? Ik zweer het. Mijn broer. Er is iemand bezig met de loadout. Iemand dat ik echt moet zien. Waar is de mooiste rosse van mijn dromen? Hij is weer aan het aanpoppen met andere chickies. Baby! Ah. Ja! Hey! Joepie! Joepie! Zeg, jongens, veel plezier straks, hè. Goed spelen, hè. Ja, dag, hè. Dag! Dag! Dag. Veel plezier, hè. Dag. 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 Prima, dag. Dag. Benedikt, uw fans zijn daar weer. Wat doet u dit? Ja, ik ben er niet goed van, jongen. Nee? Emoties? Echt veel emoties. Benedikt. Ik heb nog nooit een nieuwslezer meegemaakt die zo populair is als Benedikt. Hola, hola. We gaan eten genoeg hebben. Appelui! We zijn aan het eten terwijl in de Flame Royal Blood bezig is. Super lekker, hespronen met puree. Zonder Eva dan maar. Zonder Eva. Eva is zich weer aan het schminken. Weet wat is? Alle leuke dingen die we al gedaan hebben. We hebben met ons twee gedaan. We zijn bootje gaan varen met ons twee. We hebben boven in de tent geslapen met ons twee. Ze moet echt voorzichtig zijn, want anders gaat ze uit de groep vallen. Er is no I in team. Dit is een van onze favoriete momentjes. In de achtergrond Royal Blood in the Flame. Op de voorgrond. Op de voorgrond de hespromen van Bram Willems. Smakelijk. Kom aan, wilde brassen. Het is 12 uur gepasseerd en ik ben hier in de gezelligste radiostudio van de wereld met Peter Lappijn en Sophie Lemaire. Hoi, hallo. Welkom. En wij gaan samen de nacht doorbrengen. School, hè, jongens. Ik ben zo'n zielige zusje zonder vlog. Sophie is jaloers dat iedereen een vlog heeft, behalve zij. Ja, doe maar hoor. Welkom. Ik ben Sophie en dit is Paradijseiland. Je zal je vast afvragen, bestaat het? Maar ja, het bestaat en het ligt in Wachtebeke. En op Paradijseiland vind je radiopresentatoren die kunnen tekenen. Hallo. Ik weet niet goed wat er van vloggers verwacht wordt als de inspiratie op is. Zitten en kijken naar elkaar, denk ik. Papier, kleurpotloodjes, wasco's en goede muziek zoals de verzoekplaat van Chris Peeples. Peeples, ja, echt waar. Hij vroeg dood dan. Linde, dag 1, Music for Life. Hoe voel je je? Voel mij supergoed. Wat is je lievelingskleur? Blauw en groen. Natuurtinten, Sophie. Hoe oud ben je? 33, denk ik. Wat wil je? 34? Ja, ik ben een jaar jonger dan. Wat wil je later worden? Ik zou graag tuinarchitect worden. Hoe oud ben jij? 46. En wat wil jij worden als je groot bent? Moet jij recht staan? Futura dat. Ik kan niet stoppen met vloggen, dus iemand moet dit afzetten moet voor zelf mij. Zelf filmen. Oké, nog een beetje. En wie zie ik daar door de haar? Eva de Roo is wakker. Heb je goed geslapen? Kijk hoe. Dikke kus. Het is dinsdagmorgen en ik ga de vlogcamera even toch elegant doorgeven aan Eva de Roo. Die hier staat. Kijk hoe schattig. Helemaal alleen. Ik ga slapen. Oh. Dat lijkt me geen slecht idee. Dodo. De warmste week van Music for Life.